Welkom bij de derde video waarin we maandelijks €100 investeren in crypto. In deze video gaan we eerst even kijken naar de rendementen die we tot nu toe hebben gemaakt. Vervolgens gaan we kijken naar zowel de records als ook de correcties die we hebben gehad de afgelopen tijd. En we gaan ook even kort kijken naar de hype rondom Dogecoin om vervolgens wederom opnieuw €100 dus te investeren in crypto. Dat zijn de onderwerpen voor deze video. Laten we snel beginnen. Kijk naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Ik ben geen expert op het gebied van cryptocurrency, zelfs niet eens op het gebied van beleggen, maar ik beleg wel voor de lange termijn. En ik geloof ook juist in crypto voor de lange termijn. En dat is ook de reden dat ik maandelijks deze serie in samenwerking met Coinmerce maak om eigenlijk ook de kracht, dus het effect van Dollar Cost Averaging te laten zien. Vind je dit nou een leuke serie en wil je het kanaal helpen? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Het is een kleine moeite, maar het helpt het kanaal echt. En dat waardeer ik enorm. En laten we dan beginnen met het eerste onderwerp van deze video. En dat zijn de rendementen die we tot nu toe hebben gemaakt. We hebben inmiddels 2 keer €100 ingelegd. En ons portfolio is nu €210,39 waard. Wat betekent dat we 5,2% rendement hebben gemaakt. We zien dat we een paar dagen geleden zelfs bijna de €256 hebben gehaald. Maar toen kwam dus de correctie van bijna 20%. Nou, de rendementen per coin zijn nu als volgt. 13,6% op mijn Ethereum, 3,8% op Bitcoin en min 5,3% op Cardano. Dat was de coin die we alleen eigenlijk afgelopen maand hebben toegevoegd. En laten we nog even gaan kijken naar de nieuwe records, maar ook correcties die we hebben gehad de afgelopen maand. Want we zagen het al in mijn portfolio, maar eigenlijk bijna alle crypto's hadden er wel een beetje last van, of een beetje heel erg veel. Het afgelopen weekend, maar ook gisteren trouwens nog. Bij Bitcoin zien we een daling van 17%. En ook bij Ethereum zien we eigenlijk eenzelfde daling, ook 17%. Is dat erg? Moeten we ons zorgen maken? Nee, ik denk het niet. Wat we meestal zeggen, when in doubt, zoom out. Nou, zoomen we uit naar het laatste jaar bij Bitcoin. Dan zien we dat er meerdere van deze dalingen of correcties zijn geweest. Bij de eerste kleine daling van eind november was dat toch al zo'n 10% in de min. In januari zagen we min 25%. In februari zagen we min 20%. En in maart zagen we min 15%. Dus het is niet heel apart. Het hoort er eigenlijk gewoon bij. Zeker wanneer we hard gaan stijgen, kan de koers ook soms sterk reageren op wat negatief nieuws. Of wanneer er net wat mensen of automatisch wordt verkocht. Daar kan de koers dan extra sterk op reageren. Juist omdat we zo hard ook stijgen. Maar zoomen we nog verder uit naar de laatste 5 jaar bijvoorbeeld. Dan zien we dat we inmiddels ver boven de records van 2017 staan. Al kun je je natuurlijk wel afvragen of we dan niet een keer ook zo'n correctie als in 2018 opnieuw kunnen verwachten. Nou, Bitcoin staat inmiddels nu, als ik het opneem, iets boven de $54.000 met een market cap van meer dan 1000 miljard, terwijl alle crypto's bij elkaar net geen 2000 miljard vertegenwoordigen. Gaan we dan door naar het volgende onderwerp en dat is Dogecoin. Ik ga het toch even kort behandelen zonder er echt op, inhoudelijk op in te gaan. Zoals gezegd, ik ben geen expert. En al zou ik een expert zijn geweest, dan zou ik het niet kunnen verklaren. Of misschien kan ik het wel verklaren, maar ik kan het niet logisch onderbouwen. Want het enige wat we hier eigenlijk over kunnen zeggen, lijkt mij, is dat we gewoon echt te maken hebben met een hype. En dat betekent gewoon dat we extra moeten opletten. En dat betekent ook dat ik daarom dus zeker niet ga investeren in Dogecoin. Dogecoin is een coin die in 2013 als grap eigenlijk is opgericht. Maar bekijken we de koers, dan is het alles behalve een grap op dit moment. Dogecoin heeft inmiddels een marktwaarde van meer dan $70 miljard. En bekijken we de koers vanaf eind januari tot nu, dan zien we een stijging van 3000%. Maar het is vooral ook dus explosieve stijging eigenlijk die we telkens in een paar dagen tijd zien, die echt bizar is te noemen. Het lijkt alweer een beetje op 2017, waar ik op verjaardagen zat en iedereen crypto aan het kopen was. En als ik dan vroeg van waarom koop je nou eigenlijk die coin en niet een andere, dan was meestal het antwoord nou omdat deze gewoon het meest is gestegen vandaag. En dat geeft dan ook wel aan dat het eigenlijk geen langdurig succes kan worden. Lijkt mij tenminste, maar ik ben ook erg benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Misschien tegen Dogecoin, maar ook crypto in zijn algemeen. Laat dat wederom weten in de reacties onder deze video. En als je toch bezig bent onder deze video, geef dan even kort een duimpje omhoog. Of abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Gaan we nu verder met het laatste gedeelte. En dus gaan we opnieuw €100 investeren in crypto. En als we nu CoinMarketCap bekijken, dan zien we veel dalers in de afgelopen 24 uur. Maar ook zeker de afgelopen 7 dagen. Nou, voor mij is het nu niet het moment om in altcoins te investeren. Je zou kunnen zeggen dat het misschien juist wel het moment is vanwege die sterke dalingen. Maar ja, aan de ene kant, daar ligt mijn kennis niet en ik wil eigenlijk ook juist de topcoins in mijn crypto aanhouden. Maar ook die topcoins zoals Bitcoin en Ethereum zijn gewoon hard onderuit gegaan de laatste week. En dus wil ik hier in mijn posities die ik eigenlijk al had gaan uitbreiden. Dus laten we ook gaan inloggen bij Coinmerce om opnieuw die €100 te investeren. En we zijn nu ingelogd en waar ik eerder mijn video nog voorbereidde met €210 zien we nu dat we inmiddels op €218 staan. En de 5, nog wat procent is inmiddels dus 9,2% geworden. Dus het gaat nu wel weer een stuk beter, zien we hier ook in de chart. En zeker als we de laatste maand bekijken, zien we wel dat we gestegen zijn naar echt het hoogtepunt waar ik het over had. Inmiddels weer gedaald zijn, maar ook weer een klein beetje aan het herstellen zijn. Maar zoals je ziet hier heb ik €100 eerder alweer ingelegd. Dus die €100 gaan we investeren, zoals gezegd. Ga ik dat op dit moment doen in de coins die ik al heb. En dus klikken we hier rechts op Ethereum. En heb ik besloten om in Ethereum €40 te investeren. Dus €40 Ethereum krijgen we 0,02171 Ethereum voor. Ik zeg buy. Wachten we heel even tot hij gaat bevestigen. En dat zeg ik, ja dat klopt, dat wil ik. Dus buy now. Gaan we als het goed is terug naar de wallet. Kunnen we meteen de volgende crypto gaan kopen. En dat is Bitcoin. Ook hier ben ik van plan €40 te investeren. Dus dat veranderen we naar 40. 0,000843. Het klinkt niet veel, maar toch weer €40 extra. Dus laten we hopen dat dat de komende tijd iets beter gaat dan de afgelopen maand. Alhoewel, afgelopen maand was ook gewoon heel erg goed gegaan. Ook hier kijken we even naar en ik zeg buy now. En dan blijven we als het goed is zitten met €20. Dus even kijken. We hebben nog een balance van 20. En die laatste €20 wil ik in Cardano gaan investeren. Heeft ook ja, de laatste maand niet zo heel veel gedaan. Tenminste, we zijn een beetje weer terug bij af. Of iets minder zelfs dan waar we begonnen. Maar wel een heel erg goed moment gehad. Maar ook wederom met de rest van de crypto's naar beneden gegaan. Wel nog steeds echt een coin waar ik in geloof op de lange termijn. Dus vandaar dat ik daar €20 in wil investeren. Ook hier klikken we op buy. Kijken we even de bevestiging. Buy now. En dan zit het €100 voor deze maand er weer op. Gaan we even kijken hoe het er nu uitziet. Nou, we hebben dus €130 bijna in Ethereum. €120 in Bitcoin. €70 in Cardano. En vervolgens hebben we niets meer te besteden voor deze maand. Dus dat gaan we de volgende maand weer doen in een nieuwe video. En wat we de volgende maand gaan doen, ja, dat weet ik ook nog niet. Als jij nog interessante coins hebt waarvan je denkt van kijk hier eens naar om deze reden, ... Laat dat dan weer weten in de reacties onder deze video. Naarmate we wat meer geld in deze cryptocurrency portfolio stoppen, kan ik ook af en toe juist een altcoin doen. Ik wil eigenlijk in het begin vooral een basis doen van de wat bekendere, grotere coins, zeg maar. Misschien is Cardano dan nog niet eens de grootste, maar het staat wel weer in de top 10. Dus mogelijk dat ik wel weer volgende keer wat uit ga breiden. Dus als je nog suggesties hebt, laat dat zeker weten. Ook als je nog tips hebt of andere feedback, laat dat weten in de reactie onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.